we beginnen bij Shane Kluivert. Die kennen we denk ik allemaal wel. Hè? Shane is de jongste telg van Kluivert. En die heeft dus ontzettend veel volgers op Instagram en ook op YouTube. En vooral het YouTube-kanaal is echt prachtig. Heeft iemand dat al een keer gezien? YouTube? Nee, ik volg hem wel op Instagram. Hij is zo schattig. Ja, hij is zo lief. Nou, dat zijn de reacties die hij krijgt. En misschien moeten we eerst eens even gaan kijken. Ga ik zo meteen meer vertellen over Shane. Hallo jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik mijn lievelingspasta maken. Nu ga ik eigenlijk beginnen met het snijden van een ui. Oh, nee. Ze zijn klaar en de pasta staat dus ook klaar. En dus dat betekent dat we het op kunnen scheppen. Ja, hij zei ook erbij van dat hij geen peper en zout erop heeft gedaan, want dat vond hij niet zo lekker. Deze aflevering heet Koken met Shane, aflevering 1, pasta. En hoeveel mensen kijken daarnaar dan? Nou, hier, naar deze hebben iets van 250.000 mensen nu gekeken. Hij heeft een groot YouTube-kanaal, hij heeft ook veel volgers op Instagram. En daar, ja, dat is een beetje zijn core business, wat best wel raar is. Het is ook gewoon een mannetje van 9. Oh, ja. En hij heeft zo'n grote followers achter zich staan, dat zelfs Nike nu heeft gezegd van nou, wij willen ons wel aansluiten bij jou. Wij willen jouw volgers ook wel hebben. Kleine schoentjes verkopen, denk ik. En hij heeft nu een contract getekend bij Nike. Een paar weken geleden. Kijk eens, ja, hier wordt dat gedaan. Eigen handtekening onder zet zo'n kruisje, denk ik, of zo. Maar ja, super. Ja, dit is zijn contract nu. En wie is die man daarnaast? De manager. Ja, leuk, hè? Maar dit is een van die voorbeelden dat je heel groot kunt worden op een hele jonge leeftijd, al met internet. Ja, ja. Wat heb je dan meer? Nou, er zijn er wel meer, want Shane is niet de enige. Je hebt bijvoorbeeld ook Bibi. En Bibi ben ik tegengekomen op de Veed Awards. Daar was ik toen. Dat is een groot congres waar ook een awardshow aan vastgekoppeld zit voor alle YouTubers en internetters. En die krijgen daar dan prijzen. En Bibi heeft de award gewonnen voor beste nieuwkomer. Ze is 8 of 9 jaar, dat weten we niet helemaal zeker. In ieder geval heel klein. En zij maakt filmpjes over dingen die zij leuk vindt. Dus een beetje knutselen en zo. En een beetje haar kleding laten zien. Kijk maar even mee, Bibi. Ik ga drie verschillende soorten slijm maken. En nu ga ik jullie recept 1 laten zien. Wat bestaat uit maïzena en haarcreme. En ik doe er nog een beetje kleurstof bij. Want dan krijg je een leuk kleurtje. En nu lekker kneden. Dit vind ik altijd het leukste gedeelte, maar ook het vieste gedeelte. Het is lekker kneedbaar. Het is ook een beetje, het is ook goed te vormen. En het is ook heel zacht. En het ruikt super lekker. Ja, super schattig is dit. En ik wilde Bibi graag spreken tijdens de video. Dat is niet gelukt. Want ze werd namelijk belaagd door fans. Dat is echt ongelooflijk. Zij heeft 161.000 volgers op YouTube. Maar leg me heel even uit. Ik vind het schattig. Ik vind het vertenig. Maar wat maakt het dan zo goed volgens jou? Nou ja, het is, het is misschien niet voor mij niet zo goed. Kijk, ik ben overduidelijk kinderen niet de doelgroep. Toch, ja, kinderen vinden dit fantastisch. En die zien een leeftijdsgenoot die gewoon hele leuke dingen doet. En die zij ook allemaal doen. Ze doet dan een roomtour en dit soort dingen. Ja, gewoon challenges en zo. Maar echt belaagd door fans op dat Veed Festival. Haar filmpjes hebben 800.000 tot 1 miljoen views. Niet normaal, is niet normaal. En je hebt er heel veel van dit soort meisjes die dat doen. Vaak met z'n tweeën ook, want dat is toch wat makkelijker. Hè? Dan doe je dat met je beste vriendin of met je buurmeisje. En ik heb nog concurrenten van Bibi eigenlijk meegenomen. En zij heten Jade en Gina, noemen zichzelf de girlies. En die maken dus ook filmpjes. En dat begint altijd met... Hey girlies! Hey girlies! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we de Gummy Food versus Real Food Challenge doen. Ik mag dus beginnen met ruilen of hem houden. Ik weet het niet zeker. Ik heb hier wel een goed gevoel bij. Dus ik denk dat ik hem ga houden. Ja, wat had jij gedaan? Dat ga ik niet zeggen. Oh, oké. Okay. 3, 2, 1. Ja, het is echt heel leuk. En wij moeten er misschien een beetje om lachen, omdat het is natuurlijk helemaal niet voor ons gemaakt. Maar ja, zij hebben ook weer 150.000 kinderen die dat dan ook weer volgen en zo. Dus dit is wel echt de leuke kant van het Nederlandse YouTube, vind ik zelf.